Ja. Nu al toch zo verder kunnen komen. Lekke sociopaat gauwen met conflict om. Hij wordt veel te verzinnen aan de zijde te trekken. Nog dan de kinders doodsturen door ironische bom. Als in me nu al toch zo verder kunnen komen. Lekke sociopaat gauwen met conflict om. Hij wordt veel te verzinnen af de zijde te trekken. Nog dan de kinders doodsturen door ironische bom. Het is niet te vatten wat de fuck dan we doen. Ik het niet omvatten, wat ik dat ze misdoen. Hoe schuldige burgers gevangen leven, zegt de horror. Nog erger dan de helse brand, letterlijk en fosfor en voewadden. Voor politiekers, hoe volwassen, met gigantisch kapitaal, niemand is opgewassen. Tegen hypocriete inhumaniteiten die gebeuren. Jordaan en Gaza strook zijn bloedrood aan het kleuren. Door het leed die gecreëerd wordt onder fucking genocide. Miljoenen Palestijnen worden systematisch apatride. Hebben Nederland gecreëerd door een ander zijn wrok. Of gesloten in de kam met paranoia en shock. Zelf een met gezond verstand vol het niet te begrippen. Hoe dat geen enkel fucking land kloten net voor in te grippen. Maar er moet veel fucking dan stouwen met de kitten. En niemand die durft zeggen wat dat op begint te liggen. Is dat de normaal? Slachtoffers afschrijven als een fucking marginaal. Is dat normaal? Een soort van medeleven is maar mager en schraal. Is dat normaal? Hoe dat me omgaan met probleem is fucking brutaal. Is dat normaal? Er is censuur gezet online een Palestijnse verhaal. Hoe zijn we nu al toch zo ver kunnen komen? Lekker sociopaat gauwen met conflict om. Hij wordt voor te verzinnen of de zij uit te drukken. Hoe dan de kinderen doodsturen door ironische bom. Hoe zijn we nu al toch zo ver kunnen komen? Lekker sociopaat gauwen met conflict om. Hij wordt voor te verzinnen of de zij uit te drukken. Hoe dan de kinderen doodsturen door ironische bom. What the fuck gebeurt er, kerel, kun er niks van verstaan. Dat je zo zonder gevoel door het leven kan gaan. Ze raten alles kwijt, familie en man. Vaders lopen met de helft van hun kind op de banen. Verbloem had niet doen, want het is de realiteit. Ik wou dat ik het al verzon, maar het leed is een feit. Ook de hypocrisie, dat valt niet te beschrijven. Israël doet me lijk pezen aan andere tijden. Maar de daden van Hamas keur ik zeker ook niet goed. Je verdiept een vraag, dat smaakt bitter en niet zoet. Geweld valt niet te fixen met countergeweld. Maar ik versta van wat dat komt, want er is niet dat helpt. De grijzen zijn gesloten, elke weg naar de kloon. Er is letterlijk beslist van een volken te moorden. Een ultimatum gegeven, door volkomen gestoren. Ongelooflijke feiten zonder tellen van knozen. History repeats, kwadarde hoe bezon. Dus hier eventjes een liedje voor een beeld te kunnen vormen. Ruim 100 jaar geleden nam ik koning Leopold. Die tussen 3 en 10 miljoen mensen net gemold. Daarna ontstonden er plekken like Auschwitz en Colima. Rond 20 miljoen doden in de kampen van Gulag. Vergeet daarmee niet, Pol Pot in Cambodja. De Tutsis en de Hutus of de Uyghuren in China. Hoe zijn we nu al toch zo ver kunnen komen? Lekker sociopaat gauwen met conflict om. Hij wordt voor te verzinnen of de zij uit te drukken. Hoe dan de kinderen doodsturen door ironische bom. Hoe zijn we nu al toch zo ver kunnen komen? Lekker sociopaat gauwen met conflict om. Hij wordt voor te verzinnen of de zij uit te drukken. Hoe dan de kinderen doodsturen door ironische bom. Toch zo ver kunnen komen, lekker sociopaat gauwen met conflict om. Hij wordt voor te verzinnen en de zijn uit te drukken. Hoe dan de kinderen doodsturen van ironische bom. Hoe zijn we nu al toch zo ver kunnen komen, lekker sociopaat gauwen met conflict om. Hij wordt voor te verzinnen en de zijn uit te drukken. Hoe dan de kinderen doodsturen door ironische bom.